Mijn naam is Ben Kooijman. Ik ben eigenaar samen met mevrouw Marjan van Modestal 2.0 in Putten. En ik ben ook centrumadviseur in Harderwijk. Ik kan toch wel zeggen confronterend. Dat vind ik toch echt wel het juiste woord dat erbij past. Vooral omdat we kwetsbaar zijn, economisch, ook qua gezondheid. Maar wat we nu ook zien is dat starten is heel makkelijk, stoppen is gewoon lastig. De grootste uitdaging is toch om vastgoed mee te krijgen in het overleg, in de samenwerking. We merken dat heel veel vastgoedeigenaren, ook projectontwikkelaars, gewoon zoiets hebben van jongens, ik heb liever dat iets leeg staat dan dat ik een lage huur vang. Want een lage huur zorgt er gewoon voor dat mijn pand in waarde daalt. En uiteindelijk vanuit die optiek is het voor hun heel normaal om gewoon leeg te laten staan. Maar dat is natuurlijk funest voor een winkelgebied. Wat op dit moment in Nederland erg belemmerend werkt, zijn de hoge werkgeverslasten. Wij zien ook dat daardoor minder personeel ingezet kan worden. Daarentegen vind ik ook een belemmering dat ik mijn klant niet kan verwennen zoals ik die graag wil. Funshoppen hoort er nu bij. En een wijntje erbij, als je gewoon net echt heel veel geld hebt uitgegeven en daar ben je 2 uur mee bezig geweest, is gewoon een hele mooie afsluiting en zorgt ervoor gezelligheid. Het is belangrijk dat de landelijke politiek niet alleen maar denkt aan grote bedrijven. Juist die kleinere MKB-retailer, die is heel belangrijk. Want als je die allemaal bij elkaar neemt, we zijn gewoon een hele, hele grote werkgever. Ik beantwoord deze vraag heel graag in mijn rol als centrumadviseur in Harderwijk. Ik zie dat de gemeente heel graag wil dat er een mooi winkelgebied komt, maar ze hebben niet altijd de middelen. En er zijn een aantal provincies die heel veel geld stoppen in winkelgebieden, maar zoveel provincies gewoon helemaal niks. En dat is gewoon niet eerlijk. Hiervoor dient gewoon een nationaal plan te komen. Ik pleit dus gewoon voor een nationaal plan waarin gemeenten geholpen worden om een winkelgebied mooier te maken. Focus niet alleen op die grote bedrijven. Focus op die MKB-retailer en die werkgelegenheid verschaft. En die zorgt voor een leefbaar en sociaal milieu waar iedereen gewoon gelukkig kan worden door het shoppen.